Goed. Beste mensen, Sinterklaas is in het land. Een bisschop waarin heel Nederland in gelooft. Van moslim tot protestant in kampen. Iedereen in Nederland gelooft in de heilige Nicolaas. Hij was de patroon destijds van de zeevaarders, van de mensen die op zee werkten, voeren, de vissers, de handelaars, de marine. Daarom kennen alle onze Nederlandse havensteden een Nicolaaskerk. Den Helder, Amsterdam, Volendam, noem maar op. Ik sta hier voor een kast vol met heiligen. Die kast staat hier achter in de kerk van Hoofddorp. Maar Nicolaas staat er niet bij. En ik wil hem er toch even, minstens in een verhaal, hier neerzetten. Er is een heel mooi oud verhaal over de heilige Nicolaas en dat wil ik u vertellen. In deze jaren worden we vreselijk geconfronteerd met de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. In beide landen wordt het feest van Sint-Nicolaas 4 keer per jaar gevierd. Ze hebben samen 1 grote patroonheilige. En dan denk ik wel eens, heilige Nicolaas, grijp nou eens in. Hoe komt het dat Nicolaas in die landen daar, in die Russische streken, Oekraïnse streken, 4 keer een feest krijgt in het jaar? Nou, daar is een mooi verhaal over. Nicolaas was gestorven. Hij was een heilig bisschop geweest. En hij werd zo opgenomen richting de hemel. En al gaandeweg naar de hemel toe, zag hij nog een andere heilige naar boven gaan. De heilige Cassianus, patroon van leraren op de scholen. En Cassianus zag Nicolaas en Nicolaas zag Cassianus en ze groeten elkaar. En ze zeiden van, nou, wij zijn binnen, wij hebben het gehad. Wij zijn klaar voor de eeuwige zaligheid. Maar terwijl ze dat zeiden, hoorden ze plotseling beneden een roep. Help, help, help. En ze keken naar beneden en ze zagen hoe een Russische boer, misschien wel een Oekraïense, vastzat met zijn kar in de modder van het land. Berucht is die modder. De boer kon geen kant meer op. Cassianus zei, nou Nicolaas, wij kunnen niet helpen, wij zijn al binnen. Voor ons is dit geen oproep. Maar Nicolaas bedacht zich geen moment en schoot naar beneden en hielp de boer. Cassianus gaat door naar de hemelpoort, klopt aan, Petrus doet open. En dan hoort alle engelen zingen en alle heiligen antwoorden, Sanctus, Sanctus, Sanctus. En trots loopt Cassianus naar voren naar de troon waar God zit. Maar dan klinkt de stem van de troon. Cassianus, stop. Verschrikt staat hij stil. Er komt nog 1 en daar wachten we op. Er komt nog iemand. Nicolaas moet nog komen. En weer werd er op de hemelpoort geklopt. Het duurde even, maar onmiskenbaar, er werd geklopt. En Petrus deed open. En daar stond Nicolaas in zijn prachtige witte doopkleed, helemaal besmeurd en gescheurd. En toen de heiligen en engelen dat zagen, viel er een grote stilte in de hemel. Een ijselijke stilte. En Nicolaas durfde eigenlijk niet naar voren te lopen, maar de stem van God van de troon riep, kom Nicolaas, kom. En Nicolaas kwam naar voren en hij stond naast Cassianus voor de troon. En dan klinkt de stem van God. Nicolaas, omdat jij die Russische boer gezien hebt en geholpen hebt, mag jouw feest 4 keer gevierd worden in het rijk van Russen
en Oekraïners. En jij, Cassianus, heilig ben je. Daar kan zelfs ik niks meer aan doen. Maar jij krijgt de feestdag van 29 februari. 1 keer in de 4 jaar mag jij je feest vieren.